veel bij ons. Dat gaat ook allemaal maar via Zoom en zo tegenwoordig, weet je wel. Ja. Het is allemaal niet zo leuk als het was bedoeld. Want we hadden de hele gala afscheid willen houden. Ja, dat gaat nog niet door. Die dag kwam de slot weer, dan zit je over de televisie scherm, dat is helemaal niks. Maar toch even bij jou zijn, Henk, want morgen hebben we veel meegemaakt nog. Ja, precies. We hebben lang uitgezien naar deze dag. Ik dacht, dat was geen Ruskijt schijf. Ja, dat is wel de vorige keer bij de opening van de kazerne hebben we natuurlijk al mooi in de bloemetjes gezet. Maar ja, een echt afscheid is toch een echt afscheid. En zoals ik zei, ja, we doen het allebei. En we hebben echt naar dit moment ook toegewerkt aan elkaar en iedereen. Want die kazerne die staat er dan toch maar. En wat hebben we elkaar vaak. Dus dat gaat allemaal goed. Ik wou het niet snappen. Ja, we snapten het allebei eigenlijk best wel. Maar ik had ook wel een beetje de indruk dat we het ook wel leuk vonden hoe het dan ging. En de wetenschap dat die er een keer was gekomen. En ik heb mijn pensioen uitgesteld daarvoor, dat hoeft ook niet gebeuren. Maar nu dat toch staat, nou dan doen we het maar zo. Hè. Dus, dan heb ik nog even een paar dingetjes papier gezet. Het is toch wel een mooie gelegenheid om eens even te kijken wat ik echt allemaal gedaan heb. Want de vorige keer heb ik nog wat dingen opgesomd. Maar lange staat van dienst, dat kan ik toch wel zeggen. Van 89 tot 2008 en van 2013 tot 2020 lid van de bedrijfsbrandweer van Intervet. En zo heette dat toen, hè? Zo noemde het trouwens heel veel mensen volgens mij dat nog steeds Intervet. Maar ja, tegenwoordig heet het MSD. Evengoed bijgewoond, bij de brandweer daar paraat. En vanaf 89 tot 2022 lid van de vrijwillige brandweer van Oefelt. Onderdeel van de veiligheidsregio, hier, maar dat wisten we natuurlijk al. En gewoon een heel betrokken man, bevelvoerder geworden. En ik vind altijd de kracht van wat jij gedaan hebt. Ik doe dat ding trouwens weg, want ik weet gewoon al wat je gedaan hebt. Nee, maar het is, wat ik aan jou altijd zo gewaardeerd heb, is je enorme betrokkenheid ook bij de brandweer en bij alles wat met veiligheid te maken heeft. En je was daarin ook een grote stimulator van jouw mensen. En dan met name als het ging om jonge mensen op te leiden en kaart te maken voor de brandweer, dat was gewoon iets wat in je zat. Die drive die had jij. Het was niet zomaar vrijwilliger zijn, het was. Ook zeggen van ja, wij staan ook voor veiligheid voor mensen, we staan ergens voor en dat wil ik overbrengen aan het korps. En dat heb je gedaan, maar meer nog dan dat vond ik wel zo belangrijk dat je altijd zo fanatiek bezig was met de wedstrijden. De ploeg moest klaar zijn voor de wedstrijden en wat hebben jullie prachtige resultaten behaald in al die afgelopen jaren. Dankzij ook jouw inzet en dankzij eigenlijk iedereen, maar goed, jij was nog wel de man. Die heel stimuleerde. Of jij nou degene bent die bedacht heeft dat er een vliegtuig in de kerk viel en dat soort dingen. Dat was allemaal even mooi en even leuk om te doen. Dus dat is allemaal dankzij jou en dankzij jouw inzet. En vorige keer hebben we je al natuurlijk geprezen toen als ook teamleider ook voor deze bouw. Dat heeft jou in ieder geval de vrijwilligersveld van de gemeente Boksmeer. Opgeleverd, ook nog over het randje van het bestaan van de gemeente Boksmeer, dus wat dat betreft. Er is nog meer op de wereld. En ik ben heel blij dat moment, waar ook, dankzij Wim en de koop zijn echt nog flink achterna gezeten, ook vanuit onze kant, dat vandaag nog mag gebeuren. Dat ik jou mag melden, dat je bent benoemd door zijn majesteit. De koning heeft hem, zoals dat heet, behaagd om jou te benoemen tot lid in de orde van de Hoge Nassau. En die versierste, die wil ik jou hierbij graag opspelden. Dank u wel.
Je wist er een beetje deze kant op. Goed zo. Voor de van Beerte, ik wil niet even laat, dus dat kan ik niet meer. Maar hier zit de hele en hier is het doosje waar je de medaille kan bewaren als je dat wilt. Ik stel voor dat je nog gewoon de koning hebt op het verjaardag. Ik ben blij dat dit nog kwam, want het was toch even allemaal een ruimte. En ik zou het niet leuk gevonden hebben als we hadden moeten wachten tot de algemene gelegenheid. En dat ik hier nog wat mogen doen. Dus tussen ons weer. Vond jullie toch nog een keer een goede receptie houden. Ja. Maar ik zou bij deze ook nodig hebben. Ook ben ik het burgemeester nu. Ik toch mijn kop. Goed zo. Ja, dan hebben we tijd, hè? Heb ik die doos erbij? Ja, ik heb die doos erbij. Ja, ik heb die doos erbij. Ik zo hard doen. Dat was een duur. Ik ben in ieder geval blij van de afgelopen jaren en ik heb volledig genoten. Ik heb al plezier gehad en ik denk dat ze met Tom een hele goede hebben. Ja. Tom, dat kun je goed maken en dan als die steek niet hebben om af te houden. Dus je kunt altijd wat bedoeld en dan haal ik je op. Sta je al jaren, dus dat zal nog wel dat gaat helemaal goed komen. Dus sterkte en de rest af. Maar dan heb ik ook nog iets, hè? Oké. Okay. Zoals jij volgens mij vorig jaar al aangaf, of 2 jaar geleden, van een koninklijke onderscheiding, dat wat waarde hechten wij er nou aan? Als iedereen zo'n ding krijgt, dan ik zie je al knikken. Ik leef even maar één keer in, zeker. Maar gezien de wijzigingen van de reglementen daarin, denk ik dat dit voor jou wel echt van grote waarde gaat zijn. Zeker gezien de motivatie van de burgemeester. Wil ik jou namens de post feliciteren met jouw koninklijke onderscheiding. Dankjewel, Tom. Dat niet alleen, ook wil ik jou nog dit cadeau geven. Volgens mij voel je hem al aankomen. De baard hier van volgend jaar gaat er heel anders uitzien. Ja. Hij past, dat weet ik zeker. Alsjeblieft, namens de post. Ja, en we zien er dan.